De 60e jaren, Beatlemania in de wereld, Nederland en vooral Blokker. Uit het repertoire dat de Beatles tijdens dit optreden in Blokker lieten horen, volgt nu een song waarin de heren McCartney en Lennon meedelen dat ze nooit met een ander zullen dansen. De optredens in Blokker zijn legendarisch en er is zelfs een monument voor. Veiling op Hoop van Zegen, waar de twee optredens van 24 minuten waren, staat er nog steeds. Ja, de Beatles kwamen hier aan op zaterdag 6 juni 1964. Vanuit Amsterdam reden ze met twee Chevrolets richting Blokker. Via de Zuiderdracht kwamen ze de veilingweg op. En ze stopten hier voor de kleedkamer. Ze stapten hier uit de auto en gingen vervolgens de kleedkamer in. In totaal 10.000 mensen waren erbij. En dat was een ervaring voor het leven. Wij zeggen wel eens meer, in wezen konden de Beatles-drager genezen horen. Zo hard gingen we tegeer. Ja, het was een geweldige belevenis. En zo voel ik dat nog steeds. Zo intens hebben we dat meegemaakt met onze vrienden en zo. Ja, het is echt een fantastische belevenis geweest. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en gelegenheidsdrummer Jimmy Nichols hadden tussen de twee optredens 3 uur te overbruggen. Ze hadden vooral slaap en honger. We hebben trek in broodjes leven, dus die zijn ook gekomen. En toen zijn ze hier gaan slapen. En nu is het kantoor? En nu is het kantoor, ja. Ja. Dat is wel een heel apart gevoel natuurlijk, hè? Dat je hier staat en dat je weet dat de Beatles zich hier hebben verkleed. De veilinghal was volgepakt en Co Bruins weet nog precies waar die stond. Ja, voorrang bij de bühne stonden we, heel dicht bij de bühne. Echt professioneel geregeld was het allemaal niet. Ja, het was heel professorisch. Alles was een beetje met aardappelenkisten was het opgebouwd. Ja, het was wel heel bijzonder, weet je. Het ging allemaal zo op zijn boerenvlaarsjes, maar alles kon. Is dit nou een historische hal? Ja, wij vinden van wel. Het is een heilige plek voor ons. Het was een wilde tijd met seks, drugs en rock'n'roll. Natuurlijk gebeurde er wel eens wat achter in de zaal wat onze vader en moeder liever niet wouden zien. Maar daar kunnen we beter niet te diep op ingaan. Maar op zich, behalve de hysterie, verliep het ordelijk. Fantastisch, geen verkeerd woord. Helemaal geen vechten of schelden, niks. Nee, fantastisch, een hele goede sfeer. 6, 7 en 8 juni worden de Beatles optredens herdacht met tentoonstellingen en een feestavond.